En daar jullie mensen van Dutch Gaming, welkom bij een gloednieuwe serie hier op dit kanaal. Voor de was jullie dat duimpje wat klikken en dat was te abonneren voor meer natuurlijk. Deze nieuwe serie is eigenlijk een soort van Formule 1 carrière, alleen dan in championship vorm en dan niet in de Formule 1, maar in de Formule 2 zoals jullie zien. Ik was even aan het twijfelen als ik Russell zou zijn, maar nee, ik ga toch voor onze nationale held Nick de Vries. Eenmaal aangekomen in de kwalificatie. Gaat het niet heel goed. We zaten op poltijd, maar we verneuken. Het gaat niet goed. We waren te wijd gegaan. En daardoor gaan wij naar de vijfde plaats. Waarom hebben we voor de Formule 2 gekozen? Ik zal het jullie even uitleggen. Dit is natuurlijk niks te vervangen van iets. Het is gewoon even tijdelijk. Formule 2 is natuurlijk in Nederland ook weer wat geworden sinds Nick de Vries daar heel goed in presteert. Nou ja, ik ga jullie even overgeven aan de commentators van de Formule 2. Plenty of opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit. These young F2 drivers to show what they can do. The best passing opportunity right up there at turn one, and we should see plenty of action there. But there's another not long after at turn four. There are 9 right-handers, 6 left-handers, and the possibility that we could see some flat spots at the tightest of those left-handers at turn 10. I'm not the only one sitting here today who's looking forward to today's race. My friend and ex-GP2 champion Davide Valsecchi next to me is already on the edge of his seat awaiting the start of the event. How's it going today? Hello there, Alex. I'm great, thank you. And very excited to get started. I have a feeling we are in for a very special event today. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's results with a look at the starting grid. A fantastic effort from George Russell yesterday puts him on pole position, with Lando Norris alongside. Looking down the rest of the grid, we have Giotto, Tete Camara, Nick de Vries, and Markelov, Latifi, Delatrat, Cuoco, Alexander Albon, Galeo, Aitken, Arjun Maini, and Gunther, Boccalacci, Makino, Merri, and Nerei Fukuzumi. Kari and Alessio Lirandi completes the grid. And now, it's time to head down to the track. Aangekomen bij de race, dan zien we dat we een goede start moeten hebben, maar natuurlijk is dat in Formule 1 nog niet zo. Dat ik deze video inspreek, zie ik nu op mijn PlayStation scherm wel staan dat er een update bestand is. We hopen dat het te fixt, maar laten we het gewoon maar hopen. We zien dat Norris zich verremt op Giotto en ik op Giotto wil inhalen, maar overstuur in op hem. Nou ja, het was gewoon eigenlijk gewoon slecht bedacht, er was niks met overstuur te maken. Giotto stuurde in op een moment dat ik niet had verwacht. Giotto wil ik hier inhalen. Met onze mooie Prema Racing. Lukt dat? Nou nee, want ik raak weer Giotto, ga daardoor wijd. Maar heb hem daardoor wel te pakken. Althans, moet het hier nog doen. Want hier is echt een gevaarlijk stukje. Dus ik geef hem ruimte, zodat hij nog dingen kan doen. Maar dat doet hij niet, want ja. Dat is ook een gevaarlijke interactie van mij. Dus ja. Hier aangekomen wel in de Norris en Tete Camara. Allebei bij Carlin in dienst. Dan gaan we de beide Carlins, althans die van Norris voorbij. En ook die van Zeta Camara. Ja, ik ben hem voorbij. En dan moeten we op naar de man die de fastest lap heeft, George Russell. En ja, die is er redelijk ver weg. Dus ik dacht van, nou, die wordt wel een mooi tweede. Want ja, de Formule 2 had zijn gelijkwaardig. En dan zou je waarschijnlijk 100ste inlopen. Maar ja. En ja, dat gebeurde niet. Ik had eigenlijk... Ah, kijk, hier zit hij gewoon weer de fast lap neer. Maar kijk, ik kom dichterbij in George Russell. Wat ik niet had verwacht, maar ik rijd ook heel snelle rondes. En blijkbaar moet het niveau nog omhoog. Ik rijd al op 5... ik dacht dan Formule 2 zet ik hem wat lager. Aangezien ik nooit met die auto's rijd. Dus heb ik hem op 95 staan. Maar blijkbaar is dat nog niet genoeg. Die krijg je namelijk nooit met deze auto's. Trouwens, ik heb maar 25% staan, maar daardoor de 8 laps. Maar ik zou... Oh nee, dus dat redden we first lap. Maar ik zou even uitleggen waarom ik dit doe. Puur omdat in Nederland Max Stappen leeft natuurlijk in de Formule 1. Maar meer mensen kijken ook weer naar de Formule 2. Omdat Nick de Vries daar ook wel wat maakt. En ja, aangezien het overlijden van Tom Hubert. Well, althans van Hubert, dat is nooit leuk.
zei Tom, maar ik wist je voornaam niet eens, dus dat was echt dom. Maar van Hubert, dat is natuurlijk heel jammer. En... het was een talentvolle Formule 2 rijder, jammer dat hij zo aan zijn eind moet komen. En ja, er is een talent verloren gegaan, laten we het daar maar op houden. Intussen zijn we aangekomen bij George Russell, raken we hem. Maar ik probeer hierdoor een betere exit te maken, lukt mij niet. Heb de DRS aan. Dat is het enige wat het verschil is tussen de Formule 2 auto's. Geen overtakesysteem, dus we moeten dat op eigen kracht doen en DRS. En DRS is de eigen kracht van de auto. Er kan er niet naast zitten omdat Russell goed de binnenkant verdedigt. Dus moest ik via de buitenkant en Russell weet dat ik daar niet ver, dat ik daar niet ver mee kom. En ja, raak ik Russell weer lichtjes, maar dat heeft niks te maken met zijn auto. Mijn auto heb ik iets verkeerd ingesteld in de kwalificatie en dat krijg je ook niet meer weg. Maar ik ben wel aan het kijken, maar het is niet goed genoeg en ik moet het ook snel doen, want ik heb nog maar 3 rondjes eigenlijk. En Sergio Camara is out of the race, de Carlin heeft het begeven, de motor heeft de geest gegeven. Maar hier toch deed al actie op George Russell, raken hem heel lichtjes. Maar dat maakt niet uit, de Prema is sneller op DRS. De Gent brullen het uit, maar Russell pakt zich terug. De Vries pakt zijn lijn. En staat op de eerste positie. Nick de Vries lijkt de race ook te gaan winnen. Maar George Russell, die blijft gewoon een beetje op deze afstand. Ik hoopte hem ook direct daardoor weg te rijden. Maar kijk, ik maak dit soort foutjes en die zijn fataal. Kijk, intussen hebben wij Norris en Giotto en daar zitten Russell. Dus ingehaald, maar hier komt Norris opeens heel dichtbij met de Carlin. De Carlin heeft echt een goede race speed. In die afstelling, kijk, gaan we hier ook nog eens wijd. Daardoor, en hier ook heel door, gaan we onze plek verliezen vlak voor start-finish. En dan wordt het toch Lando Norris naar P1 en dan halen wij P2 vlak voor start-finish. En dat is best jammer. Dus we moeten dit in de future race gaan doen. En dit is natuurlijk race 1. Je hebt 2 races. En Lando Norris wint de eerste. Lando Norris' tire management was beter dan die van mij. En daar is Antonio Fuoco. En die is 7e. Rijdt trouwens nog steeds in dienst in de Formule 2. Was mij niet meer van hetzelfde team. Maar... er zijn heel veel kleuren veranderd, dus dat weet ik even niet uit mijn hoofd. As we can see, it's time for the podium. And I can see the Carlin team underneath our commentary box going crazy as their driver walks out. Er zit ook een vrouw in de Formule 2 natuurlijk in de game, aangezien in de Formule 1 nu momenteel ook Russell en Norris zitten en Albon. En die zitten hier ook nog in de Formule 2. Ik hoop dat het Formule 2 seizoen van vorig jaar is. Trouwens, hier even het podium. Nou ja, niks mis mee. Men was niet tevreden met de race, wel tweede is geworden, maar ik had hier gewoon eerste moeten staan. We reden een geweldige race van P6 uit mijn hoofd naar P1. Had een goede race, Russell hadden wij goed te pakken. Maar dan toch op start-finish het ja, weggooien is nooit leuk. Maar ja, ik geef jullie weer over aan de Formule 2 commentator. We've reversed the top 8 from yesterday's race to set the grid for the sprint race here today, and the drivers are almost ready on the grid down below. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubts about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. Aangekomen bij de race hebben wij een redelijk goede start. Nou ja, kan ik niet zeggen. We gaan nu naar P7 pakken. De race winnaar Lando Norris. Gaan even wat wijd aangezien ik word hier lichtjes van aangetikt.
Tikkie heel erg de auto van Markelov aanhalen. Wel Giotto in en Markelov door deze slechte actie van mij. Maar ik had niet verwacht dat Markelov daar al zou remmen. Wat ik wel moet verwachten, maar ja, met F2, F1 auto's rem je wat zachter daar. En met de Formule 2 auto's is het wat eerder remmen. Dus ja, er zit wel wat verschil in. Maar dat is natuurlijk helemaal geen excuus voor dit. Dat was gewoon een domme fout van mij. Hier zitten wij in de inhaalactie. En bij Fuoco raken hem net niet. Dus kunnen Fuoco ook inhalen. Althans, heb ik hier de bal om hem in te halen? Nee, die heb ik niet. Maar dat was ook onmogelijk. Want Fuoco stuurde wel in. Maar raak maar de auto kwijt. Aangezien die Formule 2 auto's wel goede traction control hebben. Nou, dat wist ik wel te houden. En daar kunnen we op race speed voor bij Fuoco. Maar wij rijden op soft en Fuoco op medium. Dus ja, niet een beste strategie van het team van Fuoco. Hier zien we Russell en De La Tra. De La Tra die natuurlijk in het echt uit is gevallen, althans als ik het opneem. Dat was de Grand Prix van Italië, verspinde. En ik weet niet hoe de tweede race, ik bedoel de eerste race afgelopen. Maar we halen ze alle twee in. We hebben gewoon twee maal gepakt in één actie. En dan op weg naar Galil. Die natuurlijk eerst rijdt met een fastest lap. Maar ja, dat komt omdat we nu nog in F2 zitten. En ik was echt on fire. Want hier zien we ook de paarse sector 1 die mij niet is afgepakt. En dan wel in groen in sector 2 doet. Dus dat maakt Galil beter dan op mij. En dan zien we dat Russell langzamer aan terugkomt. Maar ik ben gefocust op die race win. Ik moet hier nu gewoon gaan winnen. Want ik heb het in... ik heb het in de twee eerste race gewoon weggegeven. En Russell, die heeft mij blijkbaar ingehaald. Of Galil, nou het zal. Dan aangekomen weer bij de inactie op Russell. Galil wel op 3. Dus het zou kunnen dat Russell mij heeft ingehaald. Dan heb ik dat gemist bij de edit. Van de video, sorry daarvoor dan. Maar hier de inactie op Russell voor de future race win. Kunnen wij Russell nou weer inhalen voor een race win? Russell is... Ja, Russell wordt nog een ruimte gegeven. Ik ga hierdoor wijd. Russell kan hierdoor terugkomen. Leuk gevechtje met voormalig Formule 2 kampioen. En hier geeft Russell het op. En dan heb ik nog één rondje te gaan. En dan winnen wij gewoon deze race, hoop ik. Maar hier maken we weer dat ene foutje. En dat foutje kon fataal zijn. Maar hier nemen wij gewoon nog steeds een goede racing speed mee. Pakken een rode sector 2. Niet goed van de Prema. Maar lukt het ons om die plaats te houden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Want ja, we willen graag die plek houden. We willen die race weer houden. En dan in lap 6 is het zover. Russell is weggereden. En Nick de Vries gaat de Future Race winnen hier op de Grand Prix van Bahrein. En is er super blij mee. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet aan van Cindy de duimpje te klikken. En als je abonneert voor meer natuurlijk, zet in de reactie wat jij denkt wat ik in de volgende video ga halen. Welke plaats. En dan wat je vindt van deze serie. En dan zie ik jullie later. Later mensen. Tell me, Davide, what was the key to this success? This is why I love this sport. The car dominates the track today. You could tell they went in full of confidence with a clear strategy in place. They displays excellent knowledge of the track and made it count when it comes to some of those more tricky corners, allowing them to make a huge gains on some of the less confident drivers. I guarantee the fans will certainly be talking about today for a long time to come. It looks like it's time for the victory ceremony once again, as I can see the drivers beginning to make their way out for the celebrations. You can see it on their faces. It's another marvelous team win for Prema today. After this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Nick de Vries takes the lead of the driver's championship. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Oh, there's a lot of options, but my instinct says Nick de Vries, and looking down the field...